inspirerende en ondernemende vrouwen hebben we genoeg. Dat zien we wel aan de FIFA 400 lijst. Ja, het is zonde om die kennis en ambitie niet te delen met andere vrouwen. Dus doen wij dat wel vandaag bij de Breakfast College in Rotterdam. Als je nou voor jezelf werkt of in dienst bent, handvatten krijgen, inspiratie, echt concrete workshops om te weten wat je wil gaan doen. Dat is onwijs belangrijk en daar is ook echt behoefte aan. Je hebt net een panelgesprek gehad. Hoe was het om te doen? Ik vond het fantastisch om al die enthousiaste FIFA-vrouwen toe te spreken. We hadden volgens mij wel een lekker gesprek en de zaal deed lekker mee. Er waren veel vragen. Ik vond het heel leuk. Wat een energie in die zaal. Wat een goede vragen. Wat een vibe. Want uiteindelijk is één ding het allerbelangrijkste. Vrouwen onderling horen elkaar te steunen. Ja, ik denk dat dat juist wel een kracht is van nu, dat je je kennis deelt. Dat je samen sterker bent dan alleen. Ik denk dat we best wel wat van elkaar kunnen leren. We komen net uit de workshop van KPN. Ik heb net een workshop gevolgd van Great Communicators. Ik heb een heleboel handige tips gekregen. Ik ben naar de workshop van Edith geweest. Heel veel tips krijg je, hoe je je kan stylen, hoe je jezelf als persoon kan profileren. Ik had er echt heel veel aan. Ik heb de mindfulness workshop gedaan. Ik heb wel vaker mijn dingen met mindful gedaan, dus het is altijd goed om een oefening te doen. En ik ben wel lekker ontspannen nu. Van Nan, dus over de kledingstijlen en zo. Van Unilever. En dat gaat over personal branding. De ultieme tip voor de ambitieuze vrouw is: pak dingen aan. Wees niet bang om hard te werken. Probeer dingen gewoon echt uit. Denk niet dat je het niet kunt. Ga op je bek, maak fouten. Ik ga echt zeker geïnspireerd naar huis. Het was echt super inspirerend. Ik vind het erg leuk. Zien jullie volgend jaar weer? Absoluut. Ik zou hier volgend jaar wel, als je me nu uitnodigt, dan kom ik volgend jaar weer. Ja. Absoluut. Als je me uitnodigt, dan ben ik er.